En dat was dan voor de laatste maal dit jaar de fietscross. En voor we nu verder gaan met Afro Sportpanorama, nog even het volgende. Neem nu een jaarabonnement op de Afrobode. U krijgt dan alle nummers tot 1 januari 1982 voor maar 7 gulden en u bent meteen Afro-lid. Schrijf aan Avro, antwoordnummer 4000 in Hilversum. De Afrobode. Gewoon een goed programmablad. Het is goed dat je het doet. Bij de Afro zit je goed. Nederland is weer een wereldkampioen rijker. René Kos veroverde met gangmaker Bruno Walraven de titel bij de beroepssteers tijdens de wereldkampioenschappen in Brno. Hij revancheerde zich daarmee voor vorig jaar toen zijn zilveren medaille werd overschaduwd door doping. Dat je kunnen zien eigenlijk. Dames en heren, goedenavond. In deze eerste uitzending van Avro Sportpanorama twee onderdelen. We hebben een uitgebreide reportage van de Nanga Parbat-expeditie en we hebben een vooruitblik op een uiterst spectaculair gebeuren in het Olympisch Stadion, de Stadioncross. Maar we beginnen met de Nanga Parbat-expeditie. De 8e augustus was voor Ronald Naar een gedenkwaardige dag. Toen, op die dag, bedwong hij namelijk als eerste Nederlander de Nanga Parbat, een 8125 meter hoge berg in het Pakistanse gedeelte van de Himalaya. En dat die Nanga Parbat niet alleen maar een hoge berg is, dat mag blijken uit het feit dat maar liefst 12 expedities een vergeefse poging hebben ondernomen om die top te bedwingen. En bij die expedities zijn 34 mensen om het leven gekomen. De avonturen van deze Nanga Parbat-expeditie hebben wij vervat in de volgende reportage.